Dag lieve vrienden. Lubach heeft geloof ik gisteren best wel wat losgemaakt. En omdat mijn grote vrienden van de show, Isaac Kriens, aka de kleine trompetist, en Nadia, hier al ruimschoots over hebben jullie geïnformeerd. Ben ik even aan denken gegaan. En toen ben ik eigenlijk over het woord complotdenken gaan nadenken. En wat dat woord nou inhoudt en wat er nou zo erg is eraan. En toen ik daarop ging googlen, moest ik langs een hele rits van artikelen die vertellen over hoe het beste om te gaan met complotdenkers in tijden van corona. En dat vond ik ook ernstig opvallend. En toen ben ik uiteindelijk op een Wikipedia terechtgekomen waar ze de definitie van een complotdenker dus trachten uit te leggen. En daar wil ik graag een passage van met jullie doornemen. Vrijwel iedereen is in meer of mindere mate vatbaar voor een complotdenken. Zeker als er sprake is van weinig transparantie en een repressief regime, kan kritisch denken van belang zijn om feiten te onderscheiden van propaganda. Dit maakt iemand nog geen complotdenker. Een complotdenker gelooft vaak in meerdere complottheorieën tegelijk of is zeer overtuigd van een enkele complottheorie en negeert daarbij ontlastende feiten, daarmee juist ingaand tegen kritisch denken. En toen bedacht ik me opeens, dit klinkt dus eigenlijk veel meer als iemand die heel erg voor het beleid is dan iemand die tegen het beleid is. Ik pak er nog even één zin uit. Een complotdenker gelooft vaak in meerdere complottheorieën tegelijk of is zeer overtuigd van een enkele complottheorie en negeert daarbij ontlastende feiten, daarmee juist ingaand tegen kritisch denken. Nou, we hebben hem. Joep.